Goedemorgen, dit is Bram van Diemen van Diemen Runners. En we staan vanochtend in Castricum. Castricum, Noord-Holland, aan de zee. Hadden een uitnodiging gekregen van Kern Adventures en Trails. Een vrij nieuwe organisatie van een aantal liefhebbers die nou een aantal leuke trails hebben georganiseerd. Ik heb twee van ze mogen rennen en vandaag dan de derde. De Graaf Castricum Trail. Een aantal afstanden die ze hebben, variërend van 11 tot 60 kilometer. En eerste editie. Dus ook voor hun natuurlijk spannend. Nieuw gebied, kustgebied, duinen, zee, strand. Ik ben benieuwd. Ik doe vandaag de 23 kilometer. Een einde van mijn herstel. Tijd van naar de Bear Trail. En het weer is volgens mij best goed. Hoi Bram. Hey, gewoon alweer. Het weer is fantastisch. Het is betrokken. Het is niet te koud. Het is nog droog. Voor de zekerheid toch regenpak ingepakt. Eens kijken naar dit gebied. Kom er niet vaak. Ja, sterker nog, ik ben nooit geweest. Dus ik zit toch meer in het zuiden van het land. In maart organiseren ze ook de Vuurtorentrail op Ameland. En ook daar wil ik even gaan kijken, samen met Michiel. Ik ben benieuwd, erg benieuwd. Lijkt me best een goede tijd om een zondag te spenderen. Dus, We'll be right back.
zitten we nou bijna bij 13 kilometer. Lekker op strand. Pijntring. Hier alweer voor kitesurfers. Ik heb even bril opgezet. Want zand in mijn neus. Geen idee om dat zo een beetje te voorkomen. Nou, richting de kustlijn. Een aantal hele mooie stukken gezien. Gehad. We lopen meteen verder. Dat was de allereerste graaf van Castricum Trail, 2018, 23 kilometer gelopen, echt fantastisch gebied, echt een duingebied. Even een stuk over het strand gelopen, wind tegen, flink wat zand, lekker zandstraald, maar het weer hebben ze echt mee gehad. Het beloofde, maar weersvoorspelling niet echt ten grond worden, regen. Over de kans op onweer. Maar ze hebben toch. Ja, we hebben fantastisch weer gehad. En dat zie je ook wel op de route, heel afwisselend. 23 kilometer. Bos, duinen, heuvels. 20 kilometer nog even lekker een klimmen door het Middelzand naar boven. Strand. Top. Echt een aanrader om deze volgende keer even in de gaten te houden. De volgende die ik van ze gaan lopen, of die we van ze gaan lopen, is waarschijnlijk de Ameland Trail. De Vuurtoren Trail in maart. Dus als het net zo goed verzorgd is als hier nu. Top hoor, top. Nou, mocht je meer van dit soort filmpjes hebben zien, abonneer op ons kanaal. We staan ook op Instagram als Demon Runner. En onze YouTube kanaal natuurlijk. Facebook, Demon Runners.
abonneer op ons kanaal. Vergeet niet op het belletje te drinken, zodat je een bericht krijgt als een nieuwe upload komt. En ja, de rest mij jullie weer een hele prettige dag toe te wensen. En tot de volgende. Keep on trading.